Ik vind het moeilijk, dit. Laten we eerst eens kijken wat de opties zijn. Nee, ik bedoel dit. Dat we hier zo samen zitten wachten. We moeten zitten wachten. En dat ik je al jaren niet heb gezien en dat ik helemaal niet weet hoe het met je gaat. En dat jij helemaal niet weet hoe het met mij gaat. En dat ik niet weet wat ik moet zeggen en dat ik ongelooflijk moet plassen. Wat wil je? Wat ik wil? Ja, wat wil jij? December 31, 2015. Ik weet het. Om 7:10. Je weet nog hoe laat het was. De deur ging dicht. Ik keek op de klok. 7:10. Ik kan er niks aan doen. Ik ben het gewoon nooit vergeten. En ergens in dat grijze brein van je ontstond toen een briljant idee. Ik ga daar een boek over schrijven. Een boekje. Niet over doen. Over mezelf en over mijn zoon en over hoe moeilijk dat allemaal was. Ook al moest je daarvoor natuurlijk wel heel diep in je geheugen graven. Want je wist niet meer hoe dat ook weer allemaal gegaan was. Ophouden! Nu! Op de een of andere manier was het een compleet moment. Gewoon ik en hij. 9 minuten. Uiteindelijk bleek het 9 minuten te zijn.